Het protest tegen racisme onder de leus Black Lives Matter gaat in Amerika zijn zesde dag in. De beelden daar die maken indruk. Het wordt de grootste opstand tegen racisme genoemd sinds de moord op Martin Luther King eind jaren 60. Niet altijd kunnen vreedzame demonstranten rekenen op begrip. Met angst en verbijstering zien betogers in Minneapolis een tankwagen op zich inrijden. De autoriteiten gaan uit van opzet. Sommige demonstranten gingen de chauffeur te lijf. Anderen probeerden hem te beschermen. Een paar uur later gaat op veel plaatsen in de VS de avondklok in. Maar de woede is nog lang niet geluwd. De protesten gaan door. In het hele land, tot bij het Witte Huis, zijn er protesten. We bespreken de huidige situatie in Amerika en daarbuiten met Gerda Havertong, Gerald Roethoff, Remy Mojaski en Laila Frank. Remy, dat zijn geen fijne beelden, om het maar even mildly. Dat zijn absoluut geen fijne beelden. Nee. Elke keer als je die beelden ziet, ja, dan gaat de kippenvel gewoon weer, komt weer omhoog. Het is gewoon vreselijk om te zien dat er zoveel protest is, maar wel begrijpelijk. Ik begrijp heel goed wat die mensen daar voelen. Kijk, ik heb vaak genoeg racisme meegemaakt. En ik denk dat zij daar misschien wel 10 keer vaker meemaken dan ik het heb meegemaakt. Mm. En ook op soms hele vervelende momenten. Want als je daar aangehouden wordt. Ik heb een paar vrienden in Amerika die het ook mij vertellen. Van jongens, als je daar aangehouden wordt, moet je gewoon heel voorzichtig wezen. Want als toevallig je telefoon overgaat en je ze aan oppakken, ja, dan trekken ze dan een pistool van hey, en misschien schieten ze ook wel. Dat is, het is vreselijk om dit te zien. Maar Remy, het gaat nu wel veel over plunderingen, brandstichtingen en zo. Ben je niet bang dat het verhaal waarmee het begon, institutioneel racisme, politiegeweld tegen zwarte mensen, dat niet een beetje naar de achtergrond wordt gedrongen? Nee, dit is een schreeuw die zij hebben. Dat gaat al niet 10 jaar geleden, niet 20 jaar geleden, misschien wel 50, 60, misschien zelfs langer. En daar gaat het. Dit is een schreeuw van jongens, er gaat iets fout en we worden maar niet gehoord. Hmm. Want wat er nu gebeurt is dat er is nu iemand doodgemaakt. En na 3-4 weken zijn de rellen voorbij. En dan appt het weer weg en dan is het wachten op de volgende. En dat is hetgeen waar deze mensen zo boos om zijn. Dat het gebeurt elke keer weer, maar dat verandert maar niks. Ja. En daar zijn deze mensen zo boos om. Maar ik neem aan, Remy, dat je als je naar die beelden kijkt van die plunderingen en brandstichtingen en weet ik veel wat voor geweld. Daar ben ik ook niet voor. Daar ben ik ook niet voor. Nee, geloof dat hoop ik niet. Hè? Dat lijkt mij niet. Geloof me, maar ik begrijp het wel. Ja, begrijp ik begrijp die woede. Ik begrijp die woede wat er elke keer weer is. Dat er weer iemand doodgemaakt wordt. Gewoon, publiekelijk wordt die gewoon vermoord. En daar kan je gewoon niet tegen. En elke keer als je ergens loopt of wat dan ook, en dan rijdt de politieagent langs, dan heb je het. Dan heb je het gevoel dat je eigenlijk gewoon de volgende kan zijn. Ik begrijp wel die mensen die overdag demonstreren, die dat vreedzaam doen, die aandacht vragen voor een probleem waar we al jaren over praten en ook ver voor mij. Maar die mensen die 's nachts de straat op gaan en gaan rellen om het rellen. Mm. En dat gaat natuurlijk van extreem naar extreem. Ja, ik weet niet of het elke keer rellen om rellen is. Dat begrijp ik niet zo goed. Nee, er zal een klein clubje zijn die daar echt gaat om de rellen. Maar de grootste groep die is daar echt om het geluid te laten horen dat er gewoon wat mis is in Amerika, maar ik denk dat het veel verder gaat dan ook over de hele wereld. Want racisme is niet alleen maar in Amerika. Racisme is ook hier in Nederland en het is overal. En het is niet alleen maar tegen zwarte mensen. Het is niet alleen maar tegen de homo's. Maar het is ook als je een andere religie hebt. Dus ik zit hier niet alleen maar om te vertellen over omdat ik zelf zwart ben. Maar het wordt overal gedaan, van zwart naar wit, van wit naar zwart. En ik denk dat we het met z'n allen op kunnen lossen. En dat is hetgeen wat soms gewoon pijnlijk is. Want ik heb zelf ook kinderen. Ik heb 3 kinderen. Alle 3 hebben een tintje. En ik moet straks ze wel laten gaan naar weet ik veel waar. Hmm. En het gevoel hebben dat ze veilig zijn. Want jouw zoon heeft de ambitie om misschien wel te gaan basketballen. Misschien wel in Amerika. Ja, want hij basketbalt, dat is nog langer dan ik. Lang gozer, atletisch. En hij kan aardig basketballen. En hij zegt, pap, ik heb een droom. Ik wil gewoon de beste basketballer worden. Ja. Of hij het misschien nooit zal worden, prima. Maar ik wil wel dat hij zijn droom nagaat. En het doet me pijn als hij daar naartoe moet gaan en het gevoel hebben van, ik ben niet veilig. Ja. Maar ik vind dat ook
een rotgevoel dat hij daar voet aan de grond zet. Eindelijk. En denkt van ja... liever niet eigenlijk. Liever in deze niet. Ik zou eerlijk zeggen, liever heb ik het niet. Maar ik kan hem niet tegenhouden. Want ik wil dat hij gewoon zijn droom nagaat. Laten we even gaan kijken naar George Floyd. Jij noemde hem al. Er stond vandaag gewoon een filmpje online van de New York Times. Die hebben eigenlijk een beetje met de Bellingcat-methode... is ook een Nederlandse jongen bij betrokken van Bellingcat... Hebben die bij elkaar gepuzzeld wat er nou gebeurd is eigenlijk... In de aanloop naar die dood, moord, zou je kunnen zeggen, op George Floyd. Dat hebben ze gedaan met een aantal bewakingscamera's... politiescanner geluiden horen we. Laten we even kijken naar de kleine compilatie daaruit. The Times analyzed bystander videos, security camera footage and police scanner audio... spoke to witnesses and experts, and reviewed documents released by the authorities. According to the 911 transcript, an employee says that Floyd used fake bills to buy cigarettes, and that he is awfully drunk and not in control of himself. From the 911 transcript and the footage, we now know three important facts. First, that the police believed they were responding to a man who was drunk and out of control. But second, even though the police were expecting this situation, we can see that Floyd has not acted violently. And third, that he seems to already be in distress. The officers radio a code 2, reporting an injury to Floyd's mouth. In the background, we can hear Floyd struggling. Despite calls for medical help, Chauvin keeps Floyd pinned down for another 7 minutes. I've been waiting the whole time, man. Let's get up and get in the car. Mama! Get up and get Mama. In the car right. I cannot breathe. Kunnen jullie naar kijken, mevrouw Haver? Moeilijk. Je gelooft je ogen niet eigenlijk. Dat het een ander mens is die dit doet met een ander mens. Het is onbegrijpelijk dat het zo ver kan komen. Inmiddels heb ik hem een paar keer gezien. Maar die avond, vorige week, tot tranen toe. Ja? Ja, het... En niet gewoon niet omdat hij zwart is, maar gewoon omdat hij een mens is. Als die man die daar een van zijn ledematen gebruikt en hem daarmee vermoordt eigenlijk. Ja. Dus dat deed heel veel zeer. Dat is iets waarvan je denkt, dat zou anno 2020 niet meer moeten kunnen gebeuren. Hmm. We zouden in staat moeten zijn om op een andere manier, vooral omdat er omstanders zijn die... horen, iemand zegt. En ik bedoel, elke keer als je een regel moet zeggen en je komt lucht tekort, dan gaat het elke keer minder. Ja. Nou, dat horen we allemaal dan. Yes. Ja, we zagen vandaag dat uitgebreide filmpje. Hij zegt 16 keer, zegt hij, I can't breathe. Ja. 16 keer. Ja. Nou, moet je nagaan. Gerald, jij zat hier vrijdag ook, hè? Klopt. Om hierover te praten. En toen kenden we die, nou ja, de beelden die we al eerder hadden gezien... Mm-hmm. van Floyd, die alleen dat zegt, I can't breathe. Nu ligt deze hele reconstructie er. Klopt. Ja, wat heb jij gezien? En dan vooral natuurlijk vanuit jouw blik als strafrechtadvocaat. Goed, wat je ziet is een arrestant die zich niet verzet. Laten we daarmee beginnen. Hij verzet zich niet. Je ziet een arrestant die rustig ligt... En duidelijk aangeeft, ik haal geen adem. Je ziet omstanders die, of als je hoort omstanders roepen dat het misgaat. Agenten reageren er niet op. Je hebt behalve de agent met zijn knie op de nek van meneer Floyd, heb je ook andere agenten, en dat wordt uit het oog verloren, die met hun gewicht op zijn lichaam steunen. Daardoor kan je de borstkas, niet meer in en uit gaan. Mm-hmm. Kan ook minder goed ademhalen. Overigens is die agent die met die knie op die nek zit... is de enige die nu vastzit, hè? Op dit moment inderdaad. Mm. Op dit moment. Is dat terecht? Laat me het zo zeggen. Hier zie je, als je de beelden bekijkt nu... en de tekening, zie je drie agenten... die met hun gewicht op een weerloze man zitten. Ja, vier zijn het er zelfs, hè? Daarachter zit er nog één. Dus in het beeld zie ik drie. Inderdaad, ik heb begrepen dat er vier bij betrokken zijn. In mijn optiek, de personen die in ieder geval op de borst... van hem zitten, de persoon die dan zijn knie op de nek heeft... maar ook de anderen die het laten gebeuren. Allemaal samen verantwoordelijk, in mijn optiek. En wat zie je, verantwoordelijk voor wat? Ik bedoel, het gaat minutenlang door. Ja, 8 minuten 46 zit die knie op die nek. Klopt. Behalve dus dat je dan de lucht van iemand wegdrukt... je hebt ook belangrijke slagaders
in de nek. Die het bloed naar de hersenen doen stromen. Dus op meerdere manieren kan deze meneer overleden zijn. En de agent is opgeleid, hij weet dat. En wat deze agent betreft, die is eerder betrokken geweest bij een dodelijk incident. Toen is een vervolging van hem tegengehouden door een grand jury. Dus het was een schietincident. Ja. Hij zou bij 16 andere incidenten nog betrokken zijn geweest. Maar hij is nog steeds in dienst. Ja, wat zeg ik? Ik vind het in ieder geval fijn. Sorry voor het woord fijn in deze situatie. Maar goed om te zien dat er nu wel actie ondernomen is. En dat hij in detentie is. En dat is behoorlijk uniek. In zijn algemeenheid, agenten worden niet snel gedetineerd. Nee. 1. Ik vind het goed om te zien dat de agenten die bij de arrestatie betrokken zijn, ontslagen zijn. Zijn dus uit dienst gezet. Er is een onderzoek en ik hoop dat in het kader van het onderzoek er iets breder gekeken gaat worden. En dat ook de andere agenten in ieder geval vervolgd gaan worden. Mm. Want dat is ook wat de burgers daar moeten zien. Mm. Dat ze daadwerkelijk zien dat er opgetreden wordt tegen foute agenten. Ja. Want dit noem ik foute agenten. En als dat gebeurt en opgetreden wordt tegen foute agenten, en de agenten dat ook weten, dat zou een manier kunnen zijn waardoor het geweld wat naar beneden gaat. Denk je dat hij wordt veroordeeld voor moord? Kijk, daar iets over zeggen? Het voordeel van de moderne tijd is de mobiele telefoon met camera. Ja. En het voordeel van de moderne tijd is, je hebt inderdaad social media, Facebook, et cetera, et cetera. Deze beelden zijn de hele wereld rondgegaan. En je kan nu niet volhouden, maar wat vaak gebeurt in de praktijk is dat agenten hun waarheid verkondigen. Iemand verzette zich. Of iemand ging tekeer, maar we moesten wel. Mm. In deze zaak zat alles op beeld. En ik denk met die protesten wereldwijd, dat een jury, welke jury ze ook willen uitzoeken voor deze, dat die jury zal geen andere keuze hebben dan te komen tot de veroordeling. En de enige vraag is, voor welk feit? Ja. Mevrouw Haventong, nu zullen er ook veel mensen zijn die zeggen, ja, dat is Amerika. Dat soort toestanden hebben wij hier niet in Nederland. Ik herinner me, ik denk nu alweer een jaar of 2, 3 geleden, hebben we hier toch ook een dergelijke toestand gehad met een jongeman uit Aruba. Mitch Henriquez, de nekklem. Meneer Roetroff was zijn advocaat. Ja, kijk. Dus het gebeurt in Nederland ook. Ja. Alleen is het zo dat wij dit, ik geloof niet dat wij ervan uit zullen moeten gaan dat wij dikwijls zoiets zullen meemaken. Dat agenten zich op deze manier loslaten op iemand. Maar racisme als zodanig, dat bestaat zeer zeker in Nederland. Het is alleen op een hele andere manier. Het is onderhuids. Je kunt het bijna niet traceren. Je kunt het niet aanzien komen. Je ziet, je bent in een situatie en ontdekt dat dit eigenlijk niet hoort te zijn zoals je vermoedt dat het maar moet. Kunt u een voorbeeld geven van iets wat u vaker meemaakt, wat dit duidt? Intiem verband met elkaar bezig zijn en ontdekken dat je niet die kansen krijgt die je eigenlijk verdient. En dat het altijd, als je het erover zult of wilt hebben, dat het op de een of andere manier aan de kant gezet wordt als zijnde overgevoelig. Je bent overgevoelig. Hm. En dat woord, daar kan ik heel slecht tegen krijgen. Herken je dat, Remy? Nee, dat herken ik zeker. Ik ben vaak genoeg staande gehouden omdat je misschien een iets te mooie auto rijdt. Of wat, dan worden er rare vragen gesteld. Ja, maar ook dus dat gevoel van je bent overgevoelig? Ja, want zodra je het daarop gooit, wordt er meteen gezegd, ja, je bent zeker overgevoelig. En dan word je eigenlijk al afgekapt. Hm. En waar ik in deze situatie eigenlijk het gevoel heb van het zal altijd door blijven gaan, is dat er, is net wat meneer Roetroff zegt, als er niet gefilmd wordt, dan komen ze ermee weg. En dat is het. Want als dit niet gefilmd was, was er niks aan de hand. Ja. Was die politieman gewoon blijven werken waar hij werkte, was er niks aan de hand. En dan had hij het aangegeven. En dat vind ik altijd zo moeilijk. Als je niet een soort tastbaar bewijs hebt of iets kan laten zien, dan komen ze mee weg. Ja, en dat maakt het zo gevaarlijk. Ja, er wordt nu heel veel gefilmd. Hè? Daar had meneer Roetroff het al over in deze tijd. We gaan even kijken naar wat beelden waar de emotie ook wel uit blijkt. Het is tijd om te staan. At this point.
I'm ready to die for what's going on. Let me tell you something. That's the problem that we got. What you see right now is going to happen 10 years from now. And at 26, you're going to be doing the same thing I'm doing. You understand that? 10 years. You're going to be right here, too. But he also got to stand up. So what I need y'all to do right now at 16 is come up with a better way. Because how we doing it, it ain't working. He angry at 46. I'm angry at 31. You angry at 16. It's old, you understand me? Snap je dat? Ja, ik begrijp dat helemaal. Ja. Want hij legt hier uit van of je nou nu 10 jaar bent, of over 10 jaar verder, of 20 jaar. Ja. Het zal nog steeds gebeuren. En dat probeer ik net ook uit te leggen. Van, we zullen het constant weer terug zien. En elke keer weer. En dan staan we weer met z'n allen met onze handen omhoog. En maar Remy, als jij nou in Amerika had gewoond, was jij dan ook de straat op? Dan was ik verhuisd hier naartoe of waar dan ook. Ja. Was je dan de straat op gegaan op die demonstratie? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Vandaag had ik eigenlijk ook mee willen demonstreren. Maar ik moest nog een edit afmaken. Maar die moest ik echt op tijd afmaken. Maar ik had er echt wel bij willen zijn. En ik denk ook echt dat die mensen die daar rondlopen, die willen ook verandering. Die zitten in een situatie waar ze er eigenlijk weinig aan kunnen doen. Maar denk je dit dat is het nu, enige wat ze kunnen ja, doen. Maar denk je dat het nu... Weet je, ik ben zo bang. Ik heb dit gesprek op de radio ook al 5 keer gevoerd. Ja. En nu voeren we het hier. En ik ben zo bang dat we het over 2 jaar weer voeren. Of zou dit een ander moment zijn? Want dat hoor je mensen zeggen. Dit is een ander moment. Dit is misschien een ander moment, omdat we het in, ik noem het, Carola-tijd zitten. Carola. Dus heette het maar, Carola. Ja. Maar wat denkt u, mevrouw Halsema? Is het nu anders? Nou, ik denk dat Nederland toch echt ook wel een ander land is. Met een andere geschiedenis dan de Verenigde Staten. Ja, maar überhaupt... Maar daarmee maak ik het niet goed. Als ik naar het Amsterdamse korps kijk, want ik kan niet voor het hele land spreken, dan is denk ik een heel groot verschil met de Verenigde Staten. Dat is de erkenning dat etnisch profileren plaatsvindt. En dat dat niet goed is en niet mag. Een gemiddelde Amsterdamse agent realiseert zich heel goed dat je niets begint in de Amsterdamse wijken als de mensen niet aan je kant staan, maar als je tegenover ze staat. Dus Amsterdamse agenten over het algemeen zijn ook... Dit maakt hen ook onrustig, omdat ze heel erg beducht ervoor zijn. Ja. Dat ze eigenlijk... Ze letten misschien dan nog beter op nu. Ja, of dat ze op één lijn worden gezet. Ja. Terwijl ik denk dat er ook in Nederland, ook in Amsterdam, gebeuren er fouten. Wordt er gediscrimineerd, wordt er geprofileerd. Dat is echt een groot probleem. Maar het besef dat dat moet veranderen is in Nederland echt wel veel sterker aanwezig. Leila, ik wil heel even naar Leila daarachter, want die zit daar maar te zitten. Straks is de uitzending voorbij en heeft ze nog niks gezegd. Ja. Leila Vraak, onze Amerika-kenner. Je leest in verschillende stukken, je leest het op social media, dat dit wel eens echt een andere tijd, een andere soort demonstraties is dan bijvoorbeeld bij Ferguson. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, ik heb een aantal mensen gesproken ook die gedemonstreerd hebben dit weekend. En ik heb ze precies die vraag gesteld van hoe ging het en ook voelde het nou anders? En wat is dan dat andere? En ze zeggen eigenlijk allemaal, het is ontzettend indrukwekkend. Het voelt dieper en intenser. En zij zeggen eigenlijk allemaal, de tijd is anders. Het is een soort perfect storm waarin de woede en het onrecht diep gevoeld is, niet nieuw is, al heel lang er is. Alleen land in een land waar een economische crisis is, waar een politieke crisis is, waar een gezondheidscrisis is. En waar het politiegeweld ook nog eens landt in de zwarte gemeenschap, waar corona harder toeslaat. Dus het is een soort perfect storm op dit moment. In een verkiezingsjaar notabene, in een heel politiek onrustig land. Perfect storm. En dat maakt dat het anders voelt. Hoe reageert de politiek? Laat ik beginnen bij de president in dat geval. De president is heel duidelijk geweest in zijn veroordeling van de dood van Floyd. Heeft ook meteen de familie gebeld. Heeft een onderzoek in laten stellen door de Department of Justice. Dus de FBI gaat kijken of zijn grondrechten geschaad zijn. De president heeft ook andere gezichten. Hij heeft een uitspraak gedaan over het incident. Hij doet geen uitspraken over institutioneel racisme en over structureel politiegeweld. En hij richt zich nu niet op
datgene waar het over gaat. Of niet op het politiegeweld, maar op de rellen. Ja, hij zegt, when the looting starts, the shooting starts. Ja, en daar is het volgens mij vorige week al over gegaan. Mm. Hij richt zich nu heel duidelijk op de media. Hij richt zich op relschoppers. Hij richt zich op gouverneurs, burgemeesters. En die labelt hij ook als democraten. Dus hij richt zich met name op de democratische bestuurders, op lagere overheden. Ja. En hij richt zich dus niet op het institutionele racisme, niet op het structurele politiegeweld. Hij richt zich op dit moment op de rellen. En law Joe and Biden, order, dan die andere presidentskandidaat, spreekt hij daar wel over? Ja, die gaat heel duidelijk, die heeft een verklaring gegeven. En die is ook een beetje op pad geweest met zijn mondkapje op. Hij is eindelijk zijn kelder uit. hij benoemt directe pijn. Dus hij zegt, dit is een van de gevolgen van ons geïnstitutionaliseerde racisme. Mm-hmm. Het is de pijn van ons land. Het gaat heel erg ver terug. Dus hij benoemt heel duidelijk de olifant in de kamer. Hmm. Mevrouw Havertong, hoopt u dat dit misschien iets veroorzaakt? Want wereldwijd zijn nu die protesten, dat er iets gaat veranderen? Zeker. Je moet altijd blijven hopen. Ja. Ik heb mij jaren geleden gedistanceerd van, ik wil niet de barricade op om het gevecht aan te gaan. Andere prioriteiten moet ik maar tot me nemen. Maar dat er in Nederland, dat is wat ik zeggen wilde daarnet, ja, dat er in Nederland daadwerkelijk gediscrimineerd was, dat is er. Er is racisme. Ja. Ik noem het achter de coulissen racisme. En als we willen hebben dat het genezen moet, dan moeten we echt van jongs af aan beginnen. Je begint bij je kinderen, thuis. U voedt uw kinderen op en leert ze hoe de omgeving ermee om moet gaan. Dat is de manier waarop je kunt werken aan een zekere verhouding, waardoor iets wordt met het witte en het zwarte kind dat toch samen naar school moet. Wat mooi. Dus ik geloof dat we... als ik elke keer hoor ik weer dat ouders het bij de school plaatsen. Ik denk, het begint thuis. Thuis begin je aan het kind te vertellen dat ik geen Zwarte Piet ben. Nee, maar dat is gewoon een mevrouw. Ja. Die noemen we geen Zwarte Piet. Ik vond het eigenlijk zo mooi. U maakte zich daar in de jaren 80 al hard voor. Ja, daar gaan we het toch maar niet meer over hebben. Nou, ik ben wel een beetje mee opgegroeid, mevrouw Havertong. Nee, dat vind ik ook heel fijn te horen. Dat overigens bijna alles. Ik wil even met mij opgegroeid. Iedereen hier, ja. Maar ja, weet ik kijk, wij zwarten hebben zich verlaten op de overleden Nelson Mandela, onze voormalige burgemeester, onze voormalige president Obama, dat die in hun positie de gelegenheid zouden hebben om de zwarten te maken tot degene die wij willen zijn. Wij willen geen inferieure positie. Wij willen een gelijkwaardige positie. Ja. En samen iets doen. Nou, en dat is niet aan de orde. Ze hebben niet de kans gekregen om te laten zien dat zwart ertoe doet. Laten we hopen dat dit nu iets verandert, deze tijd. Ja. Eén zinnetje, als je wil. Anders... Ja, ik heb ook, als je kijkt naar Nederland, en de plaatselijke kranten bij ons in de regio, de Gelderlander, als ik een interview geef en de reacties die dan onder zo'n artikel komen, dan is een en al racisme. Ik heb toevallig vorige week de hoofdredacteur aangeschreven dat ik geen interview meer geef op het moment dat die reactiepool gewoon open staat. Ja, je bent gewoon een kop van jut. Alleen de interviews met reacties uit. Ja. Nou, verstandig. Ja. Dank jullie wel, allemaal. Geen We praten straks met Eppo van Nispe tot Zevenaar. Hij dook weer in het archief van Beeld en Geluid. Dit